een nieuw hoofdstuk. Mijn dagboek heb ik uit. So, if this isn't a sign, then I don't know. Soms geeft het verleden een sleutel naar een nieuwe deur. Een nieuwe kans naar een onbekende wereld. En de waarheid is dat het leven altijd meer te bieden heeft. Waar je zoekt naar kansen, is waar je het zult vinden. It's time to start a new chapter. En ik heb het genoemd de weg naar vrijheid. Freedom is a state of mind. Ik denk gewoon dat ik klaar ben om me meer vrij te voelen en minder verplicht. En ik weet niet. Dus toen heb ik besloten om helemaal uit te schrijven wie de beste versie van Rachel John is. En dat kunnen jullie ook voor jezelf doen. Want je kan wel zeggen beste versie van jezelf, maar wie is de beste versie van jezelf? En dat is heel interessant, omdat in principe kan je alles opschrijven wat je wilt. En toch, omdat je denkt dat bepaalde dingen niet haalbaar zijn, maar schrijf maar het onhaalbare op. Want zo bereik je dus ook het onhaalbare. In het afgelopen half jaar is er 2 keer bij mij ingebroken. Dit heeft mij mentaal echt gesloopt. Naast dat ze al je spullen meenemen, namen ze ook mijn laptop en al mijn beelden mee. Ze hebben alles gepakt. Het lukte mij gewoon niet om weer in een ritme te komen, omdat ik er gewoon ongevraagd uit werd gehaald. Ik wist niet wat er aan de hand was en ik was zeker nog niet klaar om het achter me te laten. Maar nog steeds probeerde ik wel elke ochtend mijn dag zo goed mogelijk te beginnen. Good morning. Vandaag wordt een rustige, maar productieve zondag. I woke up like this. Het eerste wat je doet als je wakker wordt is je bed opmaken. Lekker hydraterende crème. Alrighty, ik ga eerst nu even piano spelen. Ik weet niet, ik heb daar gewoon heel veel behoefte aan. Van piano spelen word ik gewoon heel rustig en dan begin ik mijn dag gewoon lekker relaxed en goed en gewoon. Ik had geen vaste morning routine. En het is oké. Okay. Soms dan moet je erachter komen wat bij jou past en wat jou motiveert om op te staan. Oké, guys, ik ben nu in Weesp. Dat is de plek waar ik ben opgegroeid. Vlog anxiety, fuck die shit, I don't care anymore. Ik heb nog niet ontbeten. Ik heb om 8:00 's ochtends getraind vandaag. En ik was echt heel moe vandaag. Ik heb niet goed geslapen. Ik ben bij de tandarts geweest. Ik moet veel meer flossen. Ik had ooit een bitje gekregen, ben ik ook kwijt. Ik zei een maand, maar echt al een jaar. Ik had hem wel laatst weer gevonden. Toen had ik hem ingedaan. En I'm watching Outer Banks. It's yes. Nice. Coming home to my roommate. Dit lijkt echt tandpupil. Nou, valt mee. Good morning. Op een gegeven moment, als je in bed ligt, I know, je wil niet opstaan. You don't. Weet je, het is zo moeilijk om in slaap te vallen, maar dan in de ochtend zo makkelijk om in slaap te vallen. Je bed is echt heilig. Dan op een gegeven moment moet je gewoon tot 5 tellen. En dan tel je tot 5. 5, 4, 3, 2, 1. En je gaat eruit. Je stapt eruit. Je stapt uit je bed. Je maakt je bed. Ik ga nu beginnen. Ik weet niet waar het is. Aan mijn nieuwe journal. Nieuw chapter. En ik ga beginnen met affirmations. Want ik ben de laatste tijd en affirmations over mijn uiterlijk, wat ik eigenlijk nooit eerder heb gedaan. Maar ik denk dat ik dat wil gaan doen. Zodat ik tegen mezelf zeg, Rachel, je bent knap. Yo, dat klinkt zo gek om te zeggen tegenover de camera. Maar het is zo goed om dat wel gewoon tegen jezelf te zeggen van, you look good, you look healthy, you look amazing. Weet je wel? En je mag ook gewoon over jezelf zeggen, ik ben knap. Ik bedoel, it's all about the attitude. Waarom praat ik niet Engels-Nederlands? Waarom doe ik dat tongetje in? Ik ben moe, trainbenen. Ik was er klaar mee. Vanaf nu leef ik precies het leven die ik wil leven. Ik heb vlechtjes laten zetten omdat ik naar Portugal ging. Mijn haar, mijn krullen zijn zo moeilijk te verzorgen na het surfen. En ik had gewoon geen zin om daar urenlang elke dag mee bezig te zijn. Dit is mijn haar. Daarnaast was het ook een soort van statement van ja, yeah, I'm proud to be part African. Uiteindelijk kreeg ik kritiek van 1 miljoen mensen op TikTok. Dit is mijn reactie. Dit is een African haarstijl. En je moet natuurlijk altijd een African haarstijl houden. Ik ben een mix.
En ik denk dat het heel mooi is dat als je een mix bent, dat je je African sides omarmt. Ik probeer dit nu zo goed mogelijk te verwoorden. En ik ga het nu alleen hebben over een bepaald schoonheidsideaal. Ik neem mezelf even als voorbeeld, omdat dat het makkelijkste is. Maar bijvoorbeeld met modellenwerk. Mijn krullen werden gesteld, mijn neus was te breed, werd gecontourd, mijn lichaamsbouw was nooit goed genoeg. Dit zijn African features en blijkbaar werden ze niet als schoonheidsideaal gezien. Ik ben maar een mix. Ik word soms gezien als wit, als mix. I don't know wat ik ben. Laat staan hoe het is voor een bloedmooie zwarte vrouw in een westerse samenleving. Denk daar maar eens over na. We gaan nu door, want deze video gaat niet daarover. En als ik erover wil praten, dan wil ik er echt een hele video over maken. Ik vind het heel moeilijk om over dit onderwerp te praten, omdat het zo gevoelig is. En vooral in Amerika, zeg maar, mijn TikTok is in Amerikaanse TikTok gekomen. Nou, dan gaat het echt... Ja, het gebeld. Yo. Heb jij die linkersnoer aan? That's me. That's you. Ik heb ook het gevoel dat ik nog niet echt klaar ben om nu te gaan vliegen. Ik zit nu echt... Kunnen we niet morgen vliegen? Ik moet nog inpakken. Ik ging naar Portugal om wat vrienden te bezoeken. En ik ben zo dankbaar dat ik zulke mooie herinneringen heb kunnen maken met zo'n leuke groep mensen. Bijvoorbeeld Sam en ik zullen me nooit oordelen. Ik kan lekker mezelf zijn. En ik gun iedereen zo'n vriendschap. We moeten gaan eten. Vechten. Good morning. Ik vind het leuk om te doen. We worden over 20 minuten opgehaald om te surfen. Alrighty. Is er een problem? You okay? You comfortable? Kind of. Oh, door het zoutwater krijg ik echt, zeg maar, echt irritaties rondom mijn oog. Ik weet echt niet zo goed wat ik moet doen daarvoor. Ik heb niet zo'n stick, maar ik weet dat dat goed is. Terug in Nederland. Ik was kapot. Maar we gingen door. Gymshark shoot. En Zuid-Afrika. Ik ben... Portugal. Het was zo leuk. Het was zo chill. Het was zo... vrij. Mijn weerstand is zo laag. En ik zat erover na te denken. En ik zat echt, hoezo? Want ik heb echt gezond gegeten. Ik heb vaker dit soort dingen gedaan. Waarom ben ik zo gevoelig? En ik denk dat het komt omdat ik heb sowieso hele gevoelige darmen altijd al gehad. Ik heb een nierbekkenontsteking gehad. Hele zware antibiotica kuur. Mijn darmen zijn overstuur. Als je darmen overstuur zijn, kunnen ze ook moeilijk bepaalde vitamines opnemen. Dus ik heb extra enzymen voor mezelf gehaald. En ik heb ook... wat vitamines, alleen bijvoorbeeld een multivitamine heeft nog niet heel veel nut als mijn darmen overstuur zijn. Wat voeding en dietetiek achter de rug gehad, dus ik heb wel wat verstand. Dus ik ga dit proberen en ik hoop dat dit goed komt. Als jullie afvragen wat ik nu slik, slik magnesium, vitamine C, probiotica, enzymen, vitamine C, magnesium, probiotica en B12. En als je eenmaal B12 tekort hebt, dan kan je dat beter gewoon bijslikken. En helemaal als je veel reist en veel van je lichaam vraagt. Ik heb morgen een Gymshark shoot en ik heb er heel veel zin in. Alleen, ik moet 4:30 morgen opstaan. Crazy. Ik ben heel eerlijk met jullie en ik denk dat het is ergens wel een beetje confronterend om een fitness shoot te doen als je de laatste tijd niet echt hebt getraind en je niet fit voelt. Maar het komt goed. Alles wordt voor een reden. God is with me. En we gaan het er beste van maken. En ja. Het is nu 9:30. En laten we een alarm zetten om 4:30. Morning. Het liefste wilde ik in mijn bed blijven liggen en gewoon de dag afzeggen. Want ik wilde alles behalve ziek in het vliegtuig zitten naar Zuid-Afrika. Maar ik vertelde mezelf dat ik fit was. Ik vertelde mezelf dat ik sterk was. Ik vertelde mezelf dat ik beter was. En guess what? Einde van de dag voelde ik me oprecht beter. Done. It's a wrap.
En ik ga dus nu naar Zuid-Afrika toe. Ik zie er echt niet uit, maar dat maakt niet uit. Fucking cool pak aan. Vlieg dus voor het eerst in mijn hele leven business. Ik wilde zo graag een keer business vliegen. En dat was zo cool. En ik ben zo dankbaar. En ik had het wel geregeld met heel veel korting. In zo'n super klein crackie vliegtuigje. Oké, we zijn aangekomen in Port Elizabeth. Daar zijn we nu. Maar ik heb dus een taxi bezat voor de eerste keer. Dus misschien staan ze met een... Oh, ik zie hem al staan met mijn bordje. Rachel John. Fun. En we gaan nu... Er is dus een surfcompetitie. Ik wil best wel graag kijken. Wacht. Het is Surf Point. Het is only four suitcases now. Get away, is all I wanna do. Little getaway with you, oh baby. Yeah. Get away, is all. Oké, ik heb hier een rice cake snack. Nooit eerder gezien. Now it's the first reaction. Wel lekker, maar bang. We zijn nu aan het tinderen. Dit is Lisa. Nu ondertussen ook mijn vriendin. Lisa loopt stage bij mij via mijn management. Ze kijkt backstage mee en ze helpt mij bijvoorbeeld met campagnes. Ik wil meer dingen uit handen geven, zodat ik meer tijd heb om echt creatief bezig te zijn. En te werken met projecten die mij oprecht echt gelukkig maken. En Lisa helpt me daarbij. Oh, hij is model. Oh, Laurens. Dit is wat jij bedoelde met het letterlijk opschrijven zoals je het hoort. Aww, you're cute. Ja, hij heeft een lief hoofd. Zo, je gaat er nu ook wel heel snel doorheen. Nee, we wachten even. Ik denk niet dat hij knap is. Nee, dit is niks voor jou. Wow, hij heeft zeg maar zulke uiteenlopende foto's. Want hier heeft hij lang haar, hier heeft hij kort haar, hier heeft hij half lang haar. Dit is een beetje eng foto, een beetje maar. Ik vind het niet. Nog een skaterboy op Kent Skate, oké, moet. Dat is zo raar. Heb je... Wat is dat? Wacht, ik wil je wat laten zien. Wat is dat? Is dat een hond? Dat is een hond. Dat is een geit. Ik had laatst een gesprek met mijn beste vriend. En hij zei, Rachel, ik weet niet wat het is, maar jij bent zo'n vrije vogel. Jij gaat en staat waar je wilt. En ik zei, ja, ik ben ook nu echt gelukkig. Ik ben mezelf aan het ontdekken. Ik weet niet waar ik heen ga. Maar ik weet wel dat ik van elk moment ga genieten. Freedom.